De tweede cookie dough bar van Nederland is net geopend in Wageningen. De eigenares, Dianne Westland, vertelt in dit interview meer over haar bar. Hoe ben je op het idee gekomen van de cookie dough bar? Ja, we gingen eigenlijk naar Rotterdam om te kijken voor een idee voor in de winter dan hier in de IJsselon. En we gingen naar twee andere dingen kijken en dat waren het allebei niet geworden. En we dachten, laten we gaan kijken bij de cookie dough bar. En toen waren we daar en toen was ze van, ja, het was eigenlijk echt perfect in de IJsselon voor de winter. Want het is best wel hetzelfde. En ja, zo zijn we erop gekomen. Zo is het een beetje gaan rollen. En had je er wel eens van gehoord? Want dit is de tweede in Nederland. Ik had er al wel eerder ook van gehoord, ook uit Amerika en zo al. Het leek me altijd al wel echt heel lekker ook, dus ik dacht ja. En kun je uitleggen wat het precies is? Nou, het is gewoon echt rauw koekjesdeeg, wat je kunt eten doordat alle ingrediënten gepasteuriseerd zijn. Dus het bloem is gepasteuriseerd en het eigeel is gepasteuriseerd. En ja, het is dus gewoon voordat je koekjes bakt, dat deeg, het gaat dan niet in de oven, maar dat doen we in een bakje en dan dingetjes erop en dan kan je het gewoon opeten. Maar je wordt er dus niet ziek van? Je krijgt er bijvoorbeeld geen buikpijn van? Nee. En hoe komt dat dan, omdat het gepasteuriseerd is? Ja, het is, alle ingrediënten zijn verhit tot 70 graden. Wat betekent dat de bacteriën dood zijn, die je normaal dus ziek maken als je dat rauw eet. En ja, die zijn dood, dus dan ga je, als het goed is, word je niet ziek. Kun je uitleggen hoe het deeg precies gemaakt wordt? Eerst gaan er boter, ik gebruik dan vloeibare suiker en dat gepasteuriseerde eigeel gaan in de mixer. Dat ga je even mixen. En daarna gaat de bloem erbij en dan de smaakjes die je er dan in hebt. En hoeveel verschillende soorten smaken deeg heb je dan? Ik heb er 3. Triple chocolate, een neutrale en op dit moment Oreo, maar die gaat wel wisselen. En waar ga je die dan mee wisselen? Rond Sinterklaas, speculaasdeeg en verder ja, gewoon even kijken nog. En welke smaak wordt dan het meeste verkocht? De triple chocolate. Is dat ook jouw favoriet? Ja, ik vind hem zelf het makkelijkste eten. Je wordt er minder snel misselijk van, omdat het best wel zwaar is. Maar van die word ik zelf helemaal niet misselijk. En kun je ook je eigen grote bakje selecteren? Ja, ik heb 3 soorten maten inderdaad. Small, medium en large. En je doet dan toppings over deeg heen? Ja, garnituren en ook een topping, een sausje. En wat voor garnituren heb je allemaal? Karamelblokjes, smarties, marshmallows, witte chocola, pure chocola, speculaas, stroopwafel. En waar haal jij je inspiratie vandaan voor nieuwe smaken? Ik gebruik best wel veel Pinterest en ja, van de ijssmaken ook eigenlijk wel. En hoe loopt de zaak tot nu toe? Ja, het loopt eigenlijk wel goed. Het wordt elke dag een beetje drukker. Het komt er wel heel erg in vlagen. Dus dan heb je opeens allemaal groepen en dan is het weer wel even rustig. Maar het loopt eigenlijk wel echt wel prima. Denk je ook, nu het weer wat mooier weer gaat worden, dat het nog drukker gaat worden? Ja, ik denk het wel. Geldt het echt als vervanger van ijs? Nou ja, het is niet koud. Het is een beetje gewoon, ja, het komt wel uit de koelkast, maar het is niet bevroren. Dus je kan het in de winter wel beter eten. Maar het is inderdaad, het lijkt er wel erg op. Welke reacties heb je van mensen gehad tot nu toe? Ja, dat ze het allemaal lekker vinden. Wel heel machtig ook, vaak. Ja, dat is eigenlijk het grootste gedeelte, vindt het gewoon lekker. En waarom start je dit in Wageningen? Is het niet slimmer om in een grotere stad te gaan beginnen? Nou, ik ben dit echt gestart omdat de eigenaar van de ijssalon mij het aanbod heeft gedaan om dan in de winter een zaak te openen. Daarom is het ook in Wageningen en ja, ik zie wel hoe het verder gaat. In de zomer werk je hier als ijsverkoopster? Ja, ik werk al 6 jaar in de ijssalon. En hoe ziet de toekomst van de cookie dough bar eruit? Nou, het is sowieso de bedoeling dat hij in de winter in de ijssalon blijft, hier in Wageningen. En ik ga zelf kijken als het echt heel goed blijft lopen in de winter, of ik misschien in een andere stad ga openen. Maar dat hangt er echt vanaf hoe het deze winter loopt en hoe het verder gaat.